Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Het is weer zover, We zijn er weer. Ongelooflijk lekker maar. We zijn er weer. Ik kreeg een bericht van mijn grote Brabantse vriend, genaamd Rob. En hij zei tegen mij, hey Koen, seks. Toen zei ik, hé, wat? Daar slaat het nou weer op. Toen zei hij, oh, sorry, was verkeerd. Ik wil eigenlijk zeggen dat je heel makkelijk nu een goede draf kan halen. Toen zei ik, oh, nou... Als jij het zegt. Ik heb eens gehoord dat het mogelijk is om 125 eraf te halen. En dat gaan wij deze video doen. Maar voordat we gaan beginnen heb ik nog iets tofs op Ik Word Goed verkopen tegenwoordig Google Play kaarten. En als je nu een Google Play kaart koopt via Ik Word Goed, dit is een fantastische actie. Krijg je gratis kotpoints erbij voor KotMobile. Dit is absoluut fantastisch. Dus ben je nou een kotspeler of een Google Play speler, vanaf nu altijd naar Ik Word Goed. Ik wil gewoon niet meer horen dat iemand op een andere site bestelt. Dat gaat gewoon echt niet meer gebeuren. Spijt me, dat gaat gewoon niet gebeuren. Bestel nou op Ik Word Goed. Oké, in ieder geval. Laten we maar beginnen met allereerst eraf. Ik heb even 4 points nodig. Dan moet ik even naar. Ik wil de roer. De vuurpuntjes zijn toegevoegd. Fantastisch, fantastico. Laten we maar lekker gaan spelen. We hebben wel redelijke opstellingen, maar niet heel dennerd. Ik weet nu niet welke opstelling goed is, aangezien... Zit er nou 5-2-1? Nee, ik ga van 4-2-2, want ik verwacht een beetje die Pele's en... Oh, wow. 5 icons. Ronaldinho, dit meen je niet. Ik heb eens gehoord dat je echt heel veel icons krijgt. Nou, dat vind ik helemaal top. Want zo kan ik mijn 195 drafje halen. Dan gaan we toch voor Lineker. Uiteraard voor Lineker. Lekker Linekertje. Lekker Linekeriet hier. Dit meen je toch niet? Dit is toch ongelooflijk. Shane Long, FIFA Legend, St. Patrick's Day Cup komt er weer aan. Geen idee eigenlijk. Oeh, 96 Zidane. Ben ik ook niet ontevreden mee. Ik moet zeggen, als dit zo doorgaat, dan ga ik een... Oh mijn god, dit is lekker zeg. 98 De Bruyne. Jongens, hier komt hij al. De 195 eraf. Godsamme. Heb je al een duimpje omhoog aan deze video? 91 Fernandinho. Dit is echt... Ja, het is jammer van die Shane Long, want die is heel slecht. Nou, dit is ook niet goed. Maar laat vooral een duimpje omhoog achter op deze video als je het leuk vindt. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Even kijken. Niks, dit is niks hoor. Dit is helemaal aangaan voor de keeper per ongeluk. Ah, dit is niks hoor. Oh, het begon zo goed, maar daarna ging het toch wel bergafwaarts snel. Oh, Sergio Ramos, ja, we gaan er maar voor. Voor Timo de Heer nominee. Oh, ja, dit is niks. Nee, ik moet zeggen, het begon echt akelig goed, maar daarna is het toch wel echt hard afgetakeld. Maar dit is lekker, dit is heel lekker. We kunnen voor Van der Sar gaan of voor Zambrotta. Dan ga ik toch voor Zambrotta denken, want die rechtsback heb ik even nodig. Jullie Courtois is prima, snap je? Jullie begrijpen wat ik bedoel. Jullie begrijpen ook. Oké. Ik heb een Stoikov. Ja, we gaan wel zo'n Stoikov. En die zet hem lekker in de spitsie. En dan had ik idee. En dan hebben we al een rating van bam 92. We gaan gewoon lekker door. Geen enkel probleem. 97 Maradona. Kijk eens aan. Ja, zetten we die voor hem. En hebben we nu. Bam. 93 rating. Natuurlijk. Niks mis mee. We hebben een linksback nodig. Keeper, centerback. Dit is lekker. Gaan we voor hem. 90 rating. Ik moet hier gewoon even goede space. Dan heb ik mijn 193 al binnen. Hè? Dat zou echt ongelooflijk lekker zijn. Oh mijn god. 97 Messi. Ja, die moet ik nemen. Ja, die moet ik hebben. Want ja, die andere die maakt ook niet uit. Dat komt er toch niet in. Ik moet gewoon die rating hebben, jongen. Het is wel min 7 chemistry. Dat is niet goed. Oh, min 1. Min 1. Goh, 93 rating nog steeds. Wat een onzin. Ja, we gaan door. 90, dit is niet normaal. Dit staat helemaal net. 92 rating. Oké. Kom op, geef mij een goeie. Ik moet even een goeie. Nee. Dit is niks. Nee. Maar waarom is mijn rating zo laag? Hallo, ik heb hier alle beste spelers van de wereld ongeveer. Ach, dat een vertongen. Ah, dit vind ik niks. Ja, kom op, hoog. TS dan maar. Min 6 cam, hebben we niks aan. Goeie keeper. Icon, 94. Oh, we hebben nog wel 93 reden. Oké, dit is lekker. Kan ik nog een beetje... plus 3. Bam. Nou, ik zweer het, jongens. De eerste 193 is binnen. Mijn allereerste draf. Dit is lekker, hoor. 193 draf en de eerste. Dit is goed. Jongens, ik zweer die 195. Ik ga hem pakken. 192? Huh? Hé? Hoe kan dit nou weer? Nou ja. Disgusting. Hoe kan dit nou? Ik heb net 193, ik zweer het je. Nou ja. Hier begrijp ik dus echt het ledblazers van, hè? Als we even eerlijk zijn. Dit vind ik toch ongelooflijk. Hoe is dit dan weer mogelijk? Even serieus. Oh, wat. Ik heb nog 88 op de bank. Ah, wacht. Dat kan ik wel zeggen. Oké. Komt goed, mensen. Wist ik hem even om met hem. En dan wist ik even zo. Disgusting. Hoe kan dit nou? Hoe is dit nou weer mogelijk? Nou, 192. Ik ben genakt. Ik ben gewoon keihard genakt. Wat een onzin. Komt de volgende. Volgende draffie. Come on. Ik krijg 4-5-1. Kan ik wel een keertje proberen. 4-3-1-2 kan ik ook proberen. Oh, dit is een kut 4-5-1. Die willen we niet. 3-4-1-2. Want die backs vind ik niet zo. Backs zijn slecht, hè. Nou, dus als je... Ja, ik ga voor 3-4-1-2. We gaan gewoon een keertje kijken. Gewoon even een keertje loeren. Kijk, dit is gewoon een lekker begin. Niks meer met Ronaldinho. Dan kunnen we ook gewoon gebruiken. Ben ik blij mee. Is lekker. Gaan we voor het spitsie. Hoppakeetje. 93 gullet. Niks mis mee. Pitch hierna. Weer een 93. Nee, dat niet. Ik zou voor Griezmann moeten gaan, maar ik ga voor C7. Die is een hele rare speler. Hele aparte speler. Sprintsnelheid 62 en acceleratie 97. Dat is een hele rare speler. Socrates is goed. We gaan voor Socrates. Oh, ik ga ook voor de centerback hier. Dit is niks. Want 90 David Luiz is ook niet slecht. Ik heb hoger nodig. Ik moet die 93 hebben. Ik heb die Zidane's nodig en zo. Eigenlijk één Zidane is genoeg, maar Carincha is lekker. Hier dan een goeie. Nee, ze rest meer. Dit is niks. Nee, dit is niks.
Dit is niks. Nou, dit is natuurlijk helemaal niks. Ah, Yakiba. Oh, Yakiba. Oeh, Yakiba, zeg. Gatsidarie. Dit is niet goed, hè? Oeh, dit is wel lekker. Oké, Baresi 93, dat vinden we lekker. Maar ik heb nog heel veel goede spelers nodig. Willen we hier nog een goede draft halen, uiteraard. Ter steken gaan we dan maar voor 91. Ook al heeft natuurlijk een team of the season. Ik weet het. Overmars is lekker. Messi, Gerard is lekker. Dan gaan we Gerard. Die hebben we nodig nu. Gerard hebben we hier nodig. Bam, plus 1 chemistry. Hoppakee, 100. Dat is goed. De chemistry hebben we in ieder geval. Dat is mooi. Hoeven we daar geen zorgen meer om te maken. Oh, 94 Neymar. Ook erg lekker. 90 Gattuso. Lekker. Dit is lekker. Dit is goed. 92 Rivaldo. Ik moet hoger hebben dan 92. Anders ga ik natuurlijk niet omhoog. 96 Zidane. Ja. Dit had ik nodig. Om een team hiermee te spelen zou dit denk ik best wel lekker zijn. 92 Tarapt gaan we voor. Kijk hoeveel Icons ik heb. What the fuck. Ik heb 2 goede verdedigers nodig en dan is het gewoon kaasje. Nee, dit meen je niet. Sint Justin. Leuke kaart. Heb ik verder weinig aan. Dit gaat geen 193 worden. Ik heb deze nog veel minder vertrouwen dan die vorige. Kun je nagaan? Dit is helemaal niks. Ik heb een 85 in mijn team. Ja, wat verwacht ik. Wel 97 Alisson. Dat is wel lekker. Hebben we die hier erin? Hoppakee. 100 chemistry. Nee, hè? Ah, weer niet gehaald. Het is niks hoor dit. Hoe is dit geen 93? Even serieus. Hoe is dit geen 93? Ik heb een koude goed team, man. Ik heb 3 spelers onder 93 in team. Is dat puur die bank? Dat kleine bankie? Dat kleine bankie waar niemand iets op geeft? Gooi dat nou zoveel roet in te eten? Is het echt zo? Jij gaat weer echt zo triest doen? Godsamme. Nou, weer 192. Op met de volgende. Ja, ja, het is kaasje. Verschrikkelijk kaasje. Een draft token pakket, jawel. Oeh, draft token. Lekker zeg. Oké, nou, draft token is binnen. Dat is goed. Oh, en een tradable Aurelio Gomez. Nou, mij kan je niet vrolijker maken, moet ik zeggen. 4-3-2-1. Dit is mijn opstelling. Hier haalde ik vroeger altijd hoge drafts mee. En nu ook. Natuurlijk. 34 Ronaldinho. Bam. Bang, boom, bang. Bam, 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 bam. Cruyff 94. En geef mij hier Garincha. Dan praten we helemaal nergens meer over. Ja, je geeft hem niet. Dus we blijven er wel over praten. Hoppakeetje. Lekker. 33 Matheus. 31 prima. Engels Gerard. Oké, goed. Dit begin is alleraardigst. 34 Garincha. Gewoon alsnog. Kijk, dit is kaasje. Ultiem kaasje. Geef me een icon. Zambrotta. Carlos Alberto. Dit is perfect. Dit is fucking perfect. Dit is... Ik ga hem halen, jongens. Ik voel het. Oh mijn god. Dit is fantastisch. Dit wordt hem. Dit is niks. Reguilón, de verkeerde. Ah, nee. Ik ga voor Neuer, want ik hoop echt op een betere keeper. We hebben 32 rating nu, maar ik heb 2 echt hele slechte spelers. Dus als ik daar even goede spelers in de plaats krijg, zou het fantastisch zijn. Dit is even niks voor hem. Heb ik nu 93? Boom. Hoe heb ik geen 93 rating? Dan heb ik een 78 invisie voor een 91. Even serieus nou. Nee. 95 Messi. Die had ik echt even nodig in mijn leven. Die begon zo goed. Het kan niet zijn dat ik hier geen miljoenen eraf haal. Hoe zit ik nog niet op 193? Dit kan toch niet? Ik vind dit werkelijk waar ongelooflijk. Mijn team, jongen. 193. Oké, dank u. Maar ik ga geen linksback krijgen, dus ik ben gewoon genakt. Ik ben gewoon keihard in mijn kontje geboord. 92 rating. Ik ben echt verschrikkelijk hard genaaid. Oh, Pele. De verkeerde. Dit is mijn derde 193 eraf. Het is echt ongelooflijk. Oh, 192 bedoel ik. Het is ongelooflijk. Ik moet toch minimaal een 193 kunnen halen. Voor de mensen die... Oh mijn god, ik heb gewoon weer een draft pakket. Ik word gegund vandaag. Dit bespaart mij zoveel centen. Al 6 euro. Kijk, als het zo gaat mensen, dan weet je dat het leven je toelag. En dan weet je ook van, kijk, hoe je het went of keert, dit gaat een fantastische draft worden. 4-5-1 aanval. 4-3 verdedigen. 4-2-3-1. 4-3-2-1. 2-1. 4-5-8. We gaan voor 4-5-1 aanval. Ja. 93 best. Dan gaan we meteen door, want dan krijg je hier 97 Ronaldo. Nee, krijgen we absoluut niet. Wel 33 van Bas, wat goed is. Dat is wel goed hoor. 35 Ronaldinho. Ook vrij goed mag ik zeggen. Dit is geen slecht begin. Hou dat vol. Oh mijn god, kijk dit begin. Oh mijn god, dit is fantastisch. Dit is 95 draftwaardig. Het is jammer. Ah, niet slecht. Daar niet van. Dit is ook absoluut... Oh. We gaan voor Overmars. Ik heb 5 icons in mijn team. Dit is mijn beginteam. Ik heb 5 icons. Oh mijn god. 32 Coutinho. Gewoon die rating, jongen. Rating pushen. Oh mijn god. Ja, nee, dan gaan we over Modi. Die is hoger. Ik had 6 icons kunnen hebben. In mijn eerste 6 spelers. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Zie ik mijn bank ook. What the fuck? Dit is bizar. Oh mijn god. Ik ga een 198 draft halen. Het is zover. 198. Dit is niks. Dit is echt... Daar gaan we. Dan gaat het weer bergafwaarts. Oh jawel. Het is weer zover. Oh. Even leuk gehad. Even mij getrold. Oké, een centerback en een linksback. Ik heb 93 rating. Het is bizar. 92. Oké, more. Ja, die kan ik goed gebruiken straks denk ik. Hier zo. En ja, nu gaat misschien de rating iets aan beneden. Maar dan heb ik wel sowieso de chemistry. Oh wacht. Min 2 is niet erg. Wat doe ik zo? Bam. 34 rating. Oké. Kom op dan. Geef me goede space alsjeblieft. 91 is niet hoog genoeg, hè? Nee. 93 zit er weer terug. Dit is niks. Dit is helemaal niks. Dit vinden we niks. Bij nader inzien vind ik dit niks. Nee. Ja, Haji, dat is goed. Dat is lekker. Ja, daar gaan we rekening van naar beneden. Nee. 193 hebben we nu alsjeblieft gewoon een paar hoge ratings. 90. 91. 94. Heerlijk. Dit is fantastisch. Hoppakee. Plurten we jou erin. Hotsakeetje. Hots. Plurten we jou erin. Ik denk, als ik echt nog een hele goede keeper krijg. Wie weet, mensen. Geef me alsjeblieft een goede keeper. Het kan zomaar. Als ik echt een 97 keeper krijg.
Helaas. Dikke vette pauperkaas. We hebben een 193. Helaas hebben we er niet meer uit kunnen halen. Maar ik ben zeer tevreden met 193. Daar ga ik niet over liegen. Ben ik gewoon eerlijk in. Dit is een goed team, jongens. Niet normaal. Hè? Kijk het even. Dit is niet normaal. Maar geen 195. Ik ga het halen. Ik voel het. Vind deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. En de groeten. Adios. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn in mijn tuin. Oké, Jasper, nu ben je echt een Sjaak. Daar komt hem op. Mensen hebben nog een leuke mop. Stuur mij een Instagram. Mijn Instagram is Koen. En volg mij. We hebben bijna 200.000 volgers. Als dat gebeurt, geef ik. Dit is de enge portemonnee weg, man. Nee, is niet waar. Oké, Jasper gaat naar de dokter en zegt: ik heb een bril nodig. Waarop de medewerker antwoordt: inderdaad, je staat namelijk nu in de kaaswinkel. Oké, doei.